Vrienden en fans, wat ontzettend leuk dat je weer kijkt naar deze video. We gaan vandaag weer lekker verder met uh, Store Simulator. Zo we eventjes geleden heb gespeeld. Ik vond het een hele leuke simulator. Volgens mij was het ook heel goedkoop het was geloof ik 3 euro of zo. Um, ja, we gaan gewoon lekker verder met, uh, met dit. Ik wou nog een aflevering doen. Even kijken hoe dit, uh, ja, hoe dit verder gaat. We hebben ook weer een update gehad. Dus uh, ik heb er weer heel. Even... Ik kan weer niet praten vandaag, jongens. Ik heb er weer heel veel zin in, wou ik zeggen. Volg me eventjes op TikTok als je wil weten wat ik elke dag ga spelen. Want ik zet altijd lekker vroeg daar mijn shorts neer. Het Trouwens, ik heb ook een Instagram, dus als je dat leuk vindt, uh, daar zit ik ook. Uh, sinds kort, daar heet ik Gameova Games. Dus als je dat leuk vindt, volg me dan ook eventjes daar. En uh, elke zondag om half zeven zie ik je heel erg graag hier op YouTube in mijn livestream. Dus als je dat leuk vindt om mij live uh, te zien spelen, kom dan uh, gezellig eventjes langs. Goed, we gaan, lekker, uh, we gaan lekker verder. We klikken gewoon op continue en dan uh, zijn we weer thuis. En dan gaan we gewoon uh, lekker verder. Kunnen we al wat met de computer? Aangezien we een update hebben gehad. Nee, de update was trouwens uh, kleine bugfixen en uh, nog wat kleinere zaken. Dus het is niet iets baanbrekens of zo. Maar goed, uh, we gaan uh, nogmaals lekker verder. Eens even kijken. Wat gebeurde er nou? Het leek net alsof ik uit mijn uh, huis geschoten werd. Uh, wat was ook weer de map? Dit was de map. Waar zijn we? Hier zijn wij. Uh, wij gaan naar onze. Winkel, inderdaad. Nou, dat is dus. Even kijken. Zo. <tie> Ik heb wat in mijn keel. Dat is dus hier. En volgens mij hadden we nog genoeg uh, producten. Ons uh, manneke staat er weer klaar. Onze winkel is op dit moment geopend. Wanneer we de deur open doen, is die geopend. Uh, we moeten wel letten op dieven. Want de vorige aflevering, of de laatste aflevering, uh, <laughs> hadden we heel veel last van dieven. Dus daar moeten we echt op gaan passen. Even kijken of we hier nog wat hadden liggen. Volgens mij, ja, we hadden genoeg. Ja, hadden, ja ik had wel behoorlijk wat, uh, wat ingekocht. We kunnen wat erbij pakken. We hebben hier rijst, we hebben koffie. Uh, pasta, ketchup, uh, nog meer koffie, zout. Chocola. Hé, hey, we, we hebben een klant. We hebben een klant. Hallo, mevrouw, dankjewel. We hebben hoeveel in onze lade zitten? 91 euro. Nou, dat gaan we er meteen uithalen. We krijgen weer een nieuwe klant. En die gaat ook wat kopen. Dat is mooi. Ik ben toch weer een beetje nerveus voor die dieven. We hebben een uh, honkbalknuppel waarmee we onszelf kunnen verdedigen. <laughs> maar we hebben weer wat geld. Hoeveel zit erin? 19, nou weet je. Laat het maar eventjes gewoon liggen. Uh, wat, ik dan, uh, wat ik in de vorige aflevering zei: van je moet dus wel uh, snel dit legen. Want er komt een dief aan op een gegeven moment. En als jij heel veel geld in die kassa hebt zitten, dan, uh, dan ben je niet blij. Maar het is een uh, slow-paced uh, slow game. Dus het gaat, uh, het gaat heel langzaam. Maar dit, uh, dit gaat hem goed komen. Ik heb trouwens mijn. Uh, wat zit nou weer? Ik heb mijn speakers ASA van mijn computer. Dus ik hoor mezelf dubbel. Oké. Okay. Ja, we hebben nu wel steeds meer klanten die ook daadwerkelijk iets komen kopen. In het begin hadden we heel veel mensen. Daar konden ze het niet vinden. En toen kregen we geen geld. Maar nu gaat het allemaal prima. Hoeveel heeft ze gekocht? Oh, het is alleen maar thee. Nou ja, goed, uh, we hebben 129 euro weer. We zitten op. We gaan naar uh, boven de 1000 euro, mensen. Dit gaat hartstikke goed. Zullen we wat pakken en weer gaan bijvullen? Alleen ik houd even niet meer bij wat we nou precies allemaal hebben. Pasta, uh, vinegar. We hebben genoeg. We hebben ook weer wat rotzooi. Ik mis eigenlijk een bezempje hier in de hoek. Dat we die kunnen pakken en dan het schoonmaken. Maar goed. Uh, waarschijnlijk komt dat nog. Uh, voor nu is het in ieder geval even gewoon klikken. Is ook lekker makkelijk daar niet van. Ik zit de hele tijd weer paranoïde te doen om die dieven. Oké, okay, we gaan gewoon wat pakken. We zien het wel. Uh, we pakken. Rijst, laten we dat doen. Nee, we moeten trouwens gewoon hier naartoe gaan. En dan klikken we op. Even kijken, wat is het ook weer? Interaction. Juist, zo moest dat. Dus we hebben nog thee. Dat komt daar bovenin. Dan hebben we koffie. Chocola. Uh, tomatenpasta. Dan hebben we uh, de pasta zelf, hadden we volgens mij nog. Ja, hier zo eentje. Dan hadden we rijst. Wacht er ook, paai. We, we hebben van alles en nog wat, vind ik er. Ik was, ik was zo bang voor die dief. Ik denk, er staat een dief bij die kassa. Oké, okay, we gaan eventjes kijken op soort. Dat doen we op C. En dan zet hij het heel iets uh, netter neer. Wat kunnen we hier zo trouwens doen? Hebben wij nog wat te drinken? Mineraalwater. tea. Cold coffee. Dat doen we ook lekker veel erop. Kijk, hartstikke mooi. En, Oh-oh. Um... Uh, wat heb ik gedaan? Wat heb ik gedaan? Oké, okay, daar moet ik dus wel eventjes aan wennen. We zetten het eventjes anders neer en dat gaat niet. Oh, dat is een probleem. En het kost ons geld. Want die meneer die ging al heel snel weg. Oké, okay, we doen het eventjes nog een keertje. Interaction. We gaan gewoon dit allemaal volstoppen met zooi. Zout, uh, mayonaise, ketchup. Doe dat nog maar een keertje. En dan denk ik dat we het wel hebben. We gaan eventjes onze kassa legen, Want kijk, 229 euro. Hoppatee. Dit gaat allemaal weg. Nou, we, we hebben niet heel veel staan. Nou, we hebben best wel wat producten staan. Maar ik bedoel, we hebben nog niet heel veel in de winkel staan. Maar we verdienen wel gewoon goed geld. We zitten gewoon op uh, bijna 1300 euro. Het is ook uh, half 11. Uh, die bug of die glitch zoals dit, dat is nog steeds niet opgelost. Dat moeten ze eigenlijk wel gaan doen. Want uh, niet dat het wat uitmaakt. Want het heeft niet heel veel invloed op de gameplay, zeg maar. Maar... Hé? He? Hé, hey, wat gebeurt er? Oh, het spel heeft gesaved. Dat is dat geluidje wat we horen. We moeten trouwens even wat gaan eten. Want. Zie je dat? onderin? Mijn etenbar die raakt op. Laten we eventjes een burger kopen voor 50 euro. En dan gaan we dat lekker opeten. En dan krijgen we ook weer wat energie. Dank je wel. Nou, ga jij naast nou weg. Wat is hier nou aan de hand? Weg! Het <laughs> duurt wel lang voordat we een. Uh... Voordat we een dief zien, of niet? Oh, fruitjuice nam. Hé, hey, ik heb geen uh, fruit juice. Heb ik dat trouwens liggen? Hé, hey, en daar was ik weer. Ik had weer een nieuwspui. Mijn huisstofmite zit weer uh, vervelend te doen. Mijn allergie. Oké, okay, we gaan dus even kijken. We gaan naar die uh, fruit juice. Gaan we bestellen? Order products. En dan gaan we naar. Uh, wat was ik Beverage. Juist. En dan gaan we naar fruit juice. Dan gaan we in de cart doen? Ik wil ook wat cola. Ik wil wat energiedrank. We hebben genoeg geld. Uh, water. Weet je, laten we gewoon alles kopen. Waarom niet? 500 euro's uh, food products. Laten we daar heel even mee wachten. Laten we eerst dit doen. Laten we even de kassa legen. Take the money. We zitten weer op 900 euro. En we gaan eventjes naar het magazijn toe. Want hier zit namelijk onze vrachtwagen. En dan ga ik nu wel deze meenemen. Want dat hebben we wel nodig, denk ik. Juist. Oké, okay, we gaan het proberen snel te doen. He, want uh, je weet het maar nooit wat er allemaal binnen gebeurt. Ik vertrouw het gewoon niet. Snel even legen weer, 42 euro. Het, het zou natuurlijk kunnen dat ze dat hebben aangepast. Hè? Dat, dat die dief gewoon minder snel gaat komen. Dat kan. Maar ja, dat, nou, dat zei ik niet de vorige keer volgens mij, hoor. Maar... Ik vond dat wel best wel snel eigenlijk als ik aan het terugdenk. Het kwam die dievel heel snel elke keer. Oké, okay, we kunnen dit in ieder geval allemaal opstapelen. You level up. Don't forget to claim your reward from the bank. Oh, dat is mooi. Dus we zijn geleveld naar level 3. Als het goed is, althans, dat zie ik staan. En dat betekent dat we ook een soort van beloning hebben bij de bank. Dus we kunnen zometeen wat monies ophalen. Nou, het was op zich niet heel moeilijk. Dit was uh, gewoon fast cash. Dus we gaan gewoon nu verder. We gaan het binnen neerzetten. Kom op, kom op sneller. Juist, mooi. We gaan even de check hier. 203, dat betekent dat er geen dief is geweest. Ik weet trouwens ook niet of hij dan in één keer al het geld pakt. Of dat hij dan zeg maar. Um dat dat even duurt voordat hij alles heeft gepakt. Weet je Dat hij hier zo staat en dat dan die geld heel langzaam opgaat... of dat hij dan gewoon in één keer alles pakt en wegloopt. Dat kunnen ze ook nog hebben veranderd. Wat staat er trouwens? Get a table. You can see the tablet store on the map. Oh, oh ja, wacht. Omdat we natuurlijk een nieuwe level hebben... hebben we ook uh, nieuwe dingen unlocked. We kunnen trouwens de winkel nog niet dicht doen. Het is, ook, het is nog maar kwart over twaalf. Op zich vind ik dat wel leuk. Uh, dat had ik al verteld. Dat de tijd niet heel snel gaat. Het gaat gewoon heel langzaam eigenlijk. Dat is best wel leuk. Want ze kun je gewoon lekker veel geld verdienen in één dag. Even kijken wat ze heeft gekocht. Drie dingen. Dat betekent dat ze best wel wat geld heeft uitgegeven. Mooi. Zullen we gewoon naar de bank rennen? Waar was dat ook weer? Dat was daar. Zullen we het gewoon doen? Toothpaste. Oh, we hebben geen uh, uh, tandpasta meer. Kijk, laten we even kijken. 700. Oké. Okay, 750. Dus dat typen we in. Maar 7 op mijn toetsenbord wordt heel raar. Die doet het niet meer goed. Transfer. Mooi. We hebben we 1985 euro'tjes. Mooi. En dan stond daar. Um, get a tablet. Dus we moeten een, uh, ja, een tablet gaan uh, ophalen. Of kopen. Of weet ik veel wat. En dat konden we dus doen. Hier zo. We zijn nu daar zo. Dus we moeten even kijken. Dat zou dan. Hier naar. Juist, daar is dat. Waarom sta jij hier nog? Waarom rijdt hij niet weg? <laughs> Even kijken. Tablet 250. Oké, okay, mooi. Press the T key to turn the tablet on and off. Using the tablet, you can open and close a market from, ever, uh, from wherever you want. You can place a food order. Your order will come to. Oké, okay, dus we kunnen eten bestellen via onze tablet. Dus we hoeven niet meer naar de kraan toe. You can unlock special abilities. You have completed all the tasks. You can. Uh... Live in the store simulator world as you wish. You can expand your market. And serve customers of new products. Oké, okay, dus waar het op neerkomt is dat we gewoon een soort van tutorial gedaan hebben. En nu zijn we gewoon op onszelf aangewezen. En moeten we gaan overleven in deze supermarktwereld? Daar komt het op neer. Dus als we nu op T klikken, dan hebben we die tablet. Juist, dus nu kunnen we gewoon van de zo wat ik wil eten bestellen. Zullen we dat doen? Zullen we het even testen? Ik heb er nu op geklikt. En nu zou er dus iemand moeten gaan komen met een burger. Hoe leuk zou het zijn als hij nu naar buiten loopt, op dat scootertje gaat zitten, hierheen rijdt en dat we dan kunnen eten. Of, er komt een vrachtwagen dat brengen. Awesome. Dat kan natuurlijk ook. Waarom rijdt die vrachtwagen niet weg? Buk, buk, ik heb een buk. Die vrachtwagen die blijft stilstaan. Oh, hier staat het. Oh, dat is handig dit. Oké, okay, dat is geweldig. Is dat jammer? Nou, ik vind het ook wel leuk om naar dat winkeltje te rennen af en toe. Maar dat kan volgens mij ook gewoon. Laten we even dit uh, uitpakken. Dan hebben we dit allemaal in, de, in, de, in het magazijn staan. Deze die zetten we eventjes weer netjes terug waar die stond. Mooi. En dan hebben we nog genoeg producten om te kunnen verkopen. Maar we kunnen ook wel weer wat dingetjes neerleggen. Ik wil trouwens nog even naar die tablet kijken, want dat ging heel snel. We kunnen dus een burgertje kopen, we kunnen ook een burger met drinken kopen. Kost 100, dat is een heleboel geld. Um, en alles wat over skills die we kunnen doen. Higher resistance kost 100. Dus we kunnen we langer doen met eten. Thief protection. Dus we kunnen uh, onszelf verdedigen tegen de dieven. Protect night nighttime burglars. Oh, wacht eens. We kunnen dus s'nachts ook dieven krijgen. Was dat al? Volgens mij niet. Althans, volgens mij hebben wij de eerste aflevering dat helemaal niet, niet uh, gezien, of wel? Dat we s'nachts um, dieven hebben gehad. Vijf, Zullen we dat doen? Dat was helemaal niet heel duur. 250 euro. Protect from Nighttime. Blur. Zullen we het doen? Ik doe het gewoon. Oké, okay, dat hebben we gedaan. En dan doen we dit ook. Hunger Resistance, 50%. Awesome. Mooi, dus we zijn nu geupgrade. Als het goed is, of is dit voor. Of is dit voor, 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 voor één dag of zo? Nou, dat lijkt me niet, toch? Of wel? <laughs> dat lijkt me niet. Oké, okay, we gaan het even opruimen. We gaan eventjes weer wat, uh, wat in onze winkel zetten. Ik denk dat dat een heel strak plan is. We hebben weer genoeg in de winkel. Alleen. Uh, we hebben ook wat te eten nodig. Want ik had natuurlijk heel veel drinken gekocht. Byproducts, um, food products, cleaning products hebben we ook nu. Dat was met level 3 volgens mij. Hadden we dat vrijgespeeld. Maar we gaan heel even hiernaar kijken. Uit the kaart, uit de kaart. Het is een hoop. Oh, dat is heel veel geld. Dat is heel veel geld. Oké, okay, laten we het dan eventjes hierbij. In, uh, ze vindt een warehouse capacity. Oh, dat kunnen wij helemaal niet. We kunnen dat allemaal niet kwijt wat ik wil kopen. Oké. Okay, ehm um... Ja, wat we dan kunnen doen is gewoon hele zoi verkopen, wat we nu hebben. Zullen we dat maar gewoon doen dan? Laten we nog wat cola doen. Wat fruitjuice. Probeer gewoon van alles wat te doen, want ik houd het echt niet bij al, jongens. We doen gewoon van alles wat en dan zijn ze allemaal blij, want... Juist, zo ja. Want dan hebben we in ieder geval alles uh, liggen. Alleen, ze gaan nu natuurlijk ook klagen over die uh, level 3 spulletjes. Koffie. Chocolate, pasta, rijst, bulgur, vinegar, ketchup, mayonaise en zout. Doe we even op C, dat het allemaal wat netter uitziet. Mooi. Toothpaste, dat hebben ze ook niet. Zie je dat? Dat willen ze ook hebben. 182 euro. We zitten op 1800. Toothpaste. Wacht even. Waar staat dat dan? Oh, dat is oh, dat is dit volgens mij. Even kijken. Nee, dat is cleaning. Dat staat daar natuurlijk helemaal niet bij. Technology products. Oh, hier zo is dat waarschijnlijk bij. Bij other products. Oh, dit is ook leuk. Laptops, tablets, phones. Heel duur trouwens om te kopen. Hmm. Purchase price is the case price. There are 10 items in the case. Wacht eventjes. Card. Delete this list. We gaan eventjes even kijken. Hoe ga ik weer terug? Zo, we moeten even opletten op die dieven. <laughs> ja, nou, ja, ik zit wel te zeggen, we moeten opletten op de dieven. Maar ik heb ze nog helemaal niet gezien. Het spel is weer opgeslagen: Employee, accounting. Hier kunnen we trouwens alles zien hoe het gaat met onze. Oh, wacht. Out of stock items: Tooth uh, toothpaste, oil tea, chocolate, liquid soap. Toothpaste. Ja, we moeten in ieder geval een hoop hebben, weer, zie ik. Comments, the variety of products. Oh, we kunnen dus ook zien wat mensen zeggen over onze shop. My favorite kind of shopping is the one where my money stays intact. <laughs> the variety of products is low. Shopping here doesn't make sense? Nou, hallo, uh, doe, even, uh, doe een beetje aardig man. Ik ben net begonnen. Ik ben net begonnen hoor, mevrouw. Maar bedankt voor het geld. <laughs> nou, kom op, waar staat nou die uh, Toothpaste dan? Nou, dit hebben we allemaal zo goed als. Laten we dan uh, achteraan beginnen. Ja. Oh, wacht. Zie dat? Hier zo ging ik overheen waarschijnlijk. Vinneker. Rice. Pasta. Metopaste, chocolate. Koffie. Kijk, nu kan het waarschijnlijk wel. Laten we dat doen. Het kost een hoop geld. Maar ja, we kunnen het ook allemaal weer verkopen langzaam. Het gaat nogmaals heel langzaam, dit, uh, deze simulator, deze game. Maar dat geeft helemaal niks. Het is, uh, het is leuk. Kom op. Ons eten gaat trouwens wel degelijk langzamer naar beneden. Oh, wacht even. Ik moet hier een trolley voor hebben. Dat gaan we niet redden. Dat gaat niet goed zo. Juist. Hier zo neerzetten. Dan gaan we al die dozen weer erop stapelen. Yes. Weet je wat ik gewoon merk met dit soort games? Dat ik best wel snel ben met dingen doen. Maar als het gaat om managen... Dat ben ik helemaal niet zo heel, Dan raak ik heel snel in de war en zo. Dan volg ik het al heel snel niet meer. Maar ja, aan de andere kant... Moet dat dan ook per se? Ik bedoel... Als je gewoon alles uh, daar hebt liggen... Dan kan het toch ook gewoon? Dat is toch, in, uh, dat, dat is toch helemaal niet erg dan? Laundry, water, none. Ik zie je dat? Ze willen dus dingen hebben van die andere level. Dus we moeten wel degelijk... Iets nieuws gaan bouwen. Of uh, hoe heet dat? Neerzetten. Dit gaat daarbij... Pas um, dat serieus allemaal daarin? Oh, net niet. Maar we zijn al niet klaar, want we hebben nog wat in de vrachtwagen liggen. Ja, ik heb ook geen ketchup meer. Ik, ik weet het. Volgens mij had ik dat wel besteld nu. Juist, ja, mooi. Oké, okay, dankjewel. Dus die gaat zo meteen weer pleiten. Zetten deze even hier zo neer. Dit komt hier zo bij. Dan gaan we meteen naar dat schap. Hé, doe ik het weer. Even kijken. Uh, ketchup. Juist. Oké, okay, dat hebben we ook weer erin liggen. Um, Juist, ja, doe ik het weer verkeerd. Kom op. Even kijken hoor. Bulker, Rice. Pasta. Tomatenstap. Nou ja, volgens mij uh, leg ik alles erin hoor nu. Flour, sugar, biscuit, wave. Ja, dat zijn dus de dingen die ik niet heb gekocht. Juist. Hoeveel zit er in? 139. Nog steeds geen dief gezien. Helemaal niks. Waarschijnlijk hebben ze het gewoon uh, verplaatst naar de nacht of zo, die dieven. Fabric softener. Ja, hoeveel kostte zo'n uh, zo shelf ook alweer? Wat was dat ook alweer? Beverage shelf? Nee, dat moet ik niet hebben. Ik moet even opletten. Cleaning shelf? Juist. Kost dat serieus 500 euro? Nee, dat meen je niet. Serieus? Oh ja, deze waren ook heel duur. 500. Nou, weet je, ik ga het gewoon doen. Want uiteindelijk zullen we het toch moeten doen. Of uh, hoe heet dat, moeten kopen. Want we moeten verder komen in de game. Dus we gaan het gewoon doen. Onze vrachtwagen komt er als het goed is weer aan. Ja, daar is die. En dan gaan we dat uh, neerzetten. Komt u maar. Ja, ik ben er al. Toedeloe. Deze moest trouwens hier zo in. Juist, zo werkte dat. Dan gaan we dat. Ja, waar gaan we dat neerzetten? Zullen we dat gewoon hier doen? Laten we dat daar doen. Het is niet heel mooi zo, maar. Hé, laten we eerst eens zorgen dat we gewoon alles in de winkel hebben staan. wat erin wordt te staan. Uh, ja, dat is allemaal leuk en aardig. Nu heb ik dus geen producten. Dus dat gaat weer eventjes duren voordat we dat kunnen doen. Want dit kost een heleboel geld. Het is uh, bijna 6 uur. En volgens mij. Ik weet niet meer hoe laat we dicht gingen. Volgens mij. Hoe laat gingen wij ook alweer dicht? Dat online store gebeuren, dat snapte ik niet helemaal. De proof product appears on the table. Ja, laat het maar eventjes. Market, warehouse, interior design. Dit was ook leuk. Oh, wat duur. Ja, dat is ook nog niet echt een, een optie. Hoeveel zit er in de kast? 200 euro's. Ja, we doen uh, vaak een greep in de kas. <laughs> dat moeten we heel vaak doen de komende tijd. Nou, we krijgen wel steeds meer, meer mensen in de winkel. Dat is goed dishwashing. Ja, ik weet het. Ze willen allemaal dingen die we nog niet hebben die ik niet kan betalen. Want hoeveel kost dat ook alweer om uh, te kopen? Products, cleaning products. Nou, we hebben 330. Even kijken, wat is goedkoop? Helemaal niks. Behalve de liquid soap. We kunnen dat doen. En misschien even kijken. Laten we dan ook dit doen. Order. Laten we dat nog even ordenen. Dan hebben we in ieder geval iets in ons. Uh, um, schone. Uh, hoe noemen we dat? In dit rek hier. Dan hebben we in ieder geval iets liggen. Dan neem ik jou even mee. Want het zijn twee van die doosjes. Ik uh, loop liever gewoon één keer. Ja, dankjewel. Ja, mooi. Gaan we weer terug. En ik weet niet waar de schoonmaakspul is. Dat dan. Oh, wacht, dat is hier. Oké, okay, mooi. Dat hebben we gedaan. Geen dief. Nee, maar wel een nieuwe klant. Mooi. Even schoonmaken. Awesome. Wafer en Flower. 74 eurotjes. Hé, hey, wacht even. Oh, we zien ook bovenin de hoek. Zie je dat? Rechts bovenin. Dat zie ik nu pas. Dat die vrachtwagen. Weg is of dat die. Huh? Oké, okay, nou goed, het zal wel. Laten we even kijken of we hier nu wat in kunnen zetten. Kijk. Uh, this soap, liquid soap. Daar hebben we dus wat van. En de shampoo. Liquid soap is shampoo. Laten we er daar en dan doen we die. Ja, laten we dat ook doen. Kijk, ze kopen het wel. Zeg je dat, of niet? Of zag ik dat verkeerd? Volgens mij zag ik een shampoo verdwijnen. Eens even kijken hoe dit gaat. Ja, ze heeft shampoo gekocht. 150 euro. Kijk, hoppethee. Ja, dat ziet er goed uit. Even een screenshotje. We hebben weer wat nieuwe producten. Een mooi moment. Kunnen we al hier wat doen? Nee, we kunnen hier nog steeds niks eten. Maar ik vind dat toch wel een leuk iets hoor met die tablet. Kijk, doen we gewoon hoppethee. Gaan we wat bestellen? Doen we eventjes dit dicht? En dan ligt het hier al op ons te wachten. Nou ja, als het in het echt ook zo zou gaan, dat zou toch helemaal geweldig zijn. Maar helaas, dat is niet zo. Uh, wat gaan we hier zo neerleggen? Olie, flour, Sugar Biscuit Wafer. Of Wavels, of ik weet niet hoe dat heet. Even kijken, dan gaan we naar... Uh, even kijken, 50 eurotjes. Laten we er flour doen ook. Dat is al 120 euro. Hmm. In software... Oh god. Ja, we hebben gewoon veel te veel in ons magazijn. Daar komt het eigenlijk gewoon op neer. Laten we dan dit doen. Dan gaan we eventjes weer wachten op de vrachtwagen. En dan gaan we dat nog eventjes snel inladen. Ja, dat is dus het probleem. <laughs> we hebben gewoon veel te veel gekocht. Alles is vol. Dit gaat even weg. Nou, ik ben benieuwd uh, hoe het gaat aflopen straks. Want we hebben helemaal geen dief gezien. En uh, aangezien er op de tablet stond dat we s'nachts dieven konden krijgen. Ben ik uh, zeer benieuwd. Laten we in ieder geval de kassa leeg uh, maken straks op het eind. Uh, waar kan dit? Juist. Dat is de bloem. Oftewel de flower. En dan hebben we. Wat was dit ook alweer? Zie je dat bedoel ik? Ik hou het nu al ineens bij joh. De biscuit. Oké. Okay, flower en biscuit. Dus dat komt hier zo in. Juist, en dan hebben we... Laten we gewoon wat erin leggen. Doen we even op C, C, C. Weghalen. C, en dan... Ja, dan sorteert hij het, maar... Ja, oké, okay, het lijkt wel iets netter, maar of dat nou echt zo is, dat weet ik niet. Volgens mij niet. Hoeveel zit er in de kas? 241 euro, mensen! Mooi, dat hebben we echt nodig. 360 euro hebben we nu. Ja, volgens mij gaan we om 12 uur dicht. Volgens mij was dat het. Of 9 uur, dat kan ook nog. Volgens mij was het 12. Dan gaan we eens even een screenshotje van ons overvolle magazijn. Het spel is weer gesaved, dat is goed. We hebben wat pasta verkocht, 22 euro's. En uh, zullen we toch even kijken bij de bank. Ik had ook iemand in de reactie die zei: Je kunt ook lenen. Dat ga ik niet doen. Ik haat uh, schulden. Ook in games. <laughs> Even kijken. Nee, we hebben niks. Dat is jammer. Dus we moeten weer levelen... voordat we weer wat krijgen, denk ik. De lampjes gaan aan. En het is uh, kwart voor negen. Ja, ik weet het niet. Of het was twaalf uur. Of het was... Um... Hoe gaat het dicht? Hallo? Oké, wel. Ja, of het was negen uur. Negen uur of twaalf uur gingen we dicht. Ik weet het niet meer. 49 euro erbij. We moeten hem natuurlijk ook betalen. Hoeveel was hij ook alweer? Uh, show. 50 per dag. Oké. Okay. 50 per dag. Dus dan houden we zo'n uh, ja, kleine 400 over. Oké, okay, 9 uur was het. Oké, oké, oké. We gaan richting huis. Dat konden we ook doen via de. Was dat met dit? Was, ja, Warp to Home. Juist. Perfect. Oké, okay, waar zit die dief? Waar ben je? Dat vind ik wel leuk, dat je gewoon naar buiten kan kijken. Kunnen we onze winkel zien vanaf hier? Ja, dat is onze winkel daar. Ik zie geen dief lopen, dat is goed. Oké, okay, we gaan maar gewoon naar bed toe. We hebben dat gekocht, die, uh, die protection tegen de dieven. Dus ik ben uh, zeer benieuwd. Daar gaan we, we gaan slapen. Dus één dag duurt een half uur. Dus we zitten een half uur in de aflevering. En we hebben nu één dag gedaan, dus het duurt gewoon een half uur. Dat is lang. Dat is heel lang voor een loopgame. Oké, okay, we gaan naar de winkel. We gaan even kijken. Zijn er ramen ingegooid? Uh, wat is er gebeurd? Het deurtje dicht. Hallo? Hallo? Oké, okay, dat is prima. Oh, hij gaat vanzelf dicht. Nou, we gaan eens dus even kijken. Wacht even. Is dit het? Is dit dat alarmsysteem wat we hebben gekocht? Zat dat er al? Volgens mij niet. Oh, hij staat er wel weer. En? Hebben we alles nog? Nou, het ziet er wel goed uit, toch? Volgens mij hebben we alles nog, hoor. Er is niks aan de hand. We zijn gewoon weer begonnen. Ik heb nog geen dief gezien. Dat is mooi. Maar, nu is dus de vraag. Moeten we dan weer die dievenprotectie gaan kopen? Ik denk het wel. Ik ben bang van wel. Daar gaan we. Nee, dat hoeft niet. Nee, dat hoeft dus niet. Footcamps to the table, save. Dus we kunnen ook hier trouwens zelf save. Close the market kunnen we ook vanaf hier zo doen. Dus als wij gewoon hier zo staan, dan kunnen we gewoon onze tablet pakken. En dan zeggen we dicht. En dan gaat waarschijnlijk gewoon die deur dicht. Dat is wel, uh, dat is wel heel makkelijk. Oké, okay, hopelijk gaan we gewoon geld verdienen nu. We hebben... Uh, ja, ze zitten te zeuren over die uh, tandpasta. Maar ik heb dat helemaal niet gezien. Mis ik trouwens hier zoiets dan? Cleaning shelf, other shelves, chips shelf, vegetables, meat, koekkast, Oké, okay. dat is op zich leuk. Cleaning shelves. Ja, die hebben we natuurlijk al. Ja, dit zijn alle producten die we kunnen kopen. Ik kan hier ook niet scrollen. Ik kan niet zien wat hierachter staat. Oh, hier zo. Oh, hier is het gewoon. Wel bij de cleaning products. Weet ik wel. Ik dacht gewoon dat het bij andere producten zou staan. 220. Ik doe het gewoon. Insufficient warehouse capacity. Oké, okay, wacht. We gaan weer wat erbij. Doe ik het weer. We gaan gewoon dit helemaal vol staan met allemaal zooi. Want ik ben het helemaal bui. Flower. Kunnen we dit opmaken allemaal? Hoeveel hebben we er nog? We hebben van alles nog best wel veel. Laten we gewoon heel veel ketchup doen. Kijk, nu hebben we ruimte. Als het goed is. En als het goed is, kunnen we dan nu. Dit kopen. Not enough money. Hoezo? Dus 220 euro. Oh, wacht. Ik had hem er al in staan. Oké. Okay. Oh, ja. Ga weg, jij. Dat was hem. Zag hoe snel het ging? Oh god, we krijgen dus wel degelijk nog steeds dieven overdag. Maar. Het is veel minder. Het was. Uh, het was veel meer de eerste aflevering. Waarschijnlijk hebben ze dat aangepast. Ja, dat was maar goed ook dat we, dan, uh, hè, dat, we dat zagen. Dat we op het goede moment even keken. Want dat kostte ons anders een hoop geld. Uh, dit moet trouwens in de. Juist daarin. En dan gaan we dat erin leggen. Toothpaste. Laten we gewoon lekker veel doen. Op het even. Doe gewoon alles. Doe het even op C. Juist. Mooi. Kijk, er zit nog 64 euro in. Dankjewel. 248 euro. Dat is een hoop money. Hoe zit het trouwens met, um, met dit hier? Increasing truck capacity. Uh, you cannot purchase without level 3. You learn to cook using the kitchen in your home. You can purchase without level 3. Level 3. Huh? Dat hebben we toch al? Uh, Oké. Okay. We kunnen ook niet praten met ze ofzo. Dat is wel jammer. We had niks tegen ze kunnen zeggen. Ik vraag me toch, laat het even weten of dat. Nou ja, ik zie het natuurlijk ook als ik aan het editen ben. Maar zat dit er al of niet? Volgens mij niet. Volgens mij hebben we dat gewoon gekocht. Dat alarmesysteem. We gaan dit trouwens even weghalen weer. En dan gaan we dit ook weer bijvullen met allemaal dingen. En ik druk weer op E in plaats van op de muis. E, dat voelt gewoon veel logischer als op muis klikken. Wat hebben we hier niet liggen? Rice hebben we hier niet, volgens mij. Oh, wel, dat is dit: tomatenpasta. Laten we dat doen. Dan hebben we koffie. Chocolate. Oh god, er is iemand aan het klagen. Er is alweer iemand aan het klagen. Wat, komt, wat uh, kunt u niet vinden? <laughs> wat een spel, oké, jongens. Wat een spelletje. Wat zit er in die kas? 96 euro. Ja, hij kan wat vinden, dat is mooi. Hij neemt mee. Tampastafel volgens mij. Oh nee, shampoo. Hoeveel is dat waard? Shampoo en chocola. Dat is toch alweer 50 euro samen. Ja, dit is een. Uh, dit is een dure winkel, mensen. Dit is een, uh, een dure supermarkt. Heel duur. Ik zou er niet gaan shoppen, in ieder geval. Uh, wat wou die hebben? Ik mis ze net. Wat waren die hebben? Die cleaning products zijn trouwens heel duur. Even kijken of we alweer wat kunnen kopen. Landie, oh ja, hier zaten ze ook tegen om te zeuren. Dus 25 euro als we dat verkopen. Laten we het doen. Bulgar wheat Hé, Heb ik dat daar niet liggen dan? Hé, hey, wacht even. Laten we dat doen. Onze vrachtwagen is er. Gaan we dat eventjes uitladen. Dankjewel. Dat komt dan hier zo. En dan hebben we als het goed is... Uh, deze. Juist, doe gewoon alles erop. Hoppatee. Kijk, mooi. We hebben we dat ook staan. We krijgen steeds meer producten. Het gaat heel langzaam... maar we krijgen steeds meer producten in de winkel... Mooi. Deze meneer is ook geslaagd volgens mij. Hoeveel zit er in de kast? Dat gaan we zo meteen zien. Oh, hij koopt alleen maar zout. Maar wel 58 euro. Volgens mij ook nog van de vorige klant. Nou, we gaan eens even kijken. Kunnen we hier trouwens nog wat anders doen dan zo'n tablet kopen? Nee, het is echt letterlijk. Ze hebben een hele winkel gebouwd alleen maar om zo'n tablet te kopen. En volgens mij kunnen we ook maar één keer zo'n tablet kopen. Of hebben we één keer zo'n tablet nodig. Want hè, we hebben nu gewoon elke keer deze tablet. Um, ja, ze hebben wel heel veel moeite daarvoor gedaan. Uh, Zet er wat meer in. Dat we wat meer dingen kunnen kopen. Waarschijnlijk gaat dat nog gebeuren. Althans, dat hoop ik. 35 eurotjes, mooi. Wat hebben we nou voor de rest toch dat We hebben scootertjes. We hebben hier nog zo'n ijskraampje. Wat Jammer ook hè, dat we daar niet op kunnen rijden. Ja, ik vind het wel leuk hoor, dit shopje. Koop toch echt liever hier zo gewoon mijn burger. Zullen we gewoon met drinken erbij doen? Dat nee, is heel duur. 50... Nou ja, we moeten wel eten eigenlijk. We bestellen gewoon wat. Waarom niet? Ja, dat kunnen wij gewoon nu. Op Dankjewel. Het is uh, 12 uur. We zitten op de helft van de dag. En er zit 0 euro in de kas. Ik miste eventjes wat hij... Uh, wat hij wou hebben. Dat hebben we waarschijnlijk weer niet. Ja, ze willen nu echt alles hebben. Maar ik heb het niet. Wat willen ze hier? Uh, soda. Dat had ik al. Water heb ik ook, maar nog niet genoeg. Out of stock. Cola. Iced tea. We proberen gewoon zoveel mogelijk erin te zetten spel is weer gesaved. 0 euro. Ja, dit had ik eventjes niet, uh, niet verwacht. Volgens mij heb ik waver. Even kijken. Oh, dat... oh jeetje, ze kopen heel veel van die wavers. Ik heb gewoon helemaal niks meer daarvan. Order, product, food. Laten we dat ook weer inkopen dan. Oh, deze mevrouw die kan wel iets kopen. Dankjewel. Het scheelt weer. Ja, daar komt hij, PostNL. <laughs> We hebben weer wat besteld, oftewel wat wafeltjes. Wat zijn de verzendkosten wel niet? <laughs> Als je zo'n vrachtwagen laat komen elke keer met zo'n klein rotpakketje erin. Dit gaat daarin. En dan komt dit hier. Zet hem gewoon helemaal vol. Hoppatee. Ja, we hebben even kijken. Heel veel um, vinneker en heel veel ketchup. <laughs> dus het wordt sowieso tijd voor een nieuwe shelf. Ja, ik zit op te letten hoor, op die dief. Want ze zijn er wel degelijk. Maar het is heel random, je verwacht het niet. Oh, wacht even. Die uh, linksbovenin, dat is onze level. Ik zit de hele tijd naar uh, hoe heet dat, rechtsbovenin te kijken, die vier. Maar dat is de dag waarin we zitten volgens mij, dag 4. Dat is het. Ik dacht ook al: van, huh, we zitten toch al lang in level 3. We zitten al in level 4, maar dat is de dag waarin we zitten. Kom ik ook weer nu achter? Mooi, hoeveel zit erin? 109 euro. Oké, okay, dat kan beter. Dat kan veel beter. 394 euro hebben we nu: Fabric softener. Hoeveel kost dat spul dan? Daar vragen ze best wel veel om. Fabric Softener. 200 Ik doe het gewoon. Ik doe het gewoon. We hebben 154 euro over. Het is half twee. Uh, hij kost 50 euro. Dat gaan we makkelijk redden. Geen probleem. Olie, heb ik ook niet meer. Nou goed, uh, we kunnen niet iedereen uh, tevreden stellen, toch? We, we zitten met geldproblemen. We doen het rustig aan. We zien het wel. Even kijken. Um, uh, fabric softener. Dat doen we ook gewoon allemaal erop. En zo. Dan hebben we dat ook weer genoeg. Ik voel dat er een diva komt. Ik voel het. <laughs> Waar is die? Die vuile smiecht. Nou ja, maar geluid van mijn microfoon doet het ook nog steeds. Voor de mensen die uh, voor de eerste keer kijken, ik heb problemen met OBS of met mijn Stream Deck. of weet ik veel wat er aan de hand is. Want hij uh, gooit soms gewoon mijn microfoongeluid eruit. Dan mute hij me gewoon. Dus ik ben, uh, ik ben heel vaak aan het kijken ook. aan het opletten of dat <laughs> nog aanstaat. Dat jullie me nog kunnen horen. Nou, kom op, uh, mensen. 34 Weet je wat ik zit te denken? Als we nou wel gaan lenen, hoeveel kost het me dan? Laten we gewoon even kijken wat de opties zijn. <laughs> even kijken. Debt transactions. Transfer to the bank. Nee, we kunnen helemaal niet lenen. Debt limit. Oh, wel. 2500 kunnen we lenen. Zullen we het gewoon doen? Ik doe het gewoon. Nee, dat is. Nee, 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 nee. nee. Niet doen, niet doen. Nou, nee, dat gaan we niet doen. Dat is heel irritant. Moet je de hele tijd aan rekening mee houden. Het duurt heel lang voordat je daar weer van af bent. Laten we het nou maar gewoon op de manier doen zoals het hoort. Wat is hier aan de hand? Nee, tuurlijk niet. Echt, elke keer dan zeuren ze ergens over. Dan koop ik het, dan leg ik het neer en dan willen ze weer wat anders hebben. Hoeveel zit erin? 119. We zitten op 300 euro. Nou, ons, uh, ons magazijn nog, ligt nog steeds helemaal vol. Hé, hey, ik zie daar iemand aankomen lopen. Ik ga er een mooi schienzotje van maken. Hoppeté, weg jij. <laughs> ja, dat was hem weer. Half drie. Ja, je, je kunt er geen taal vastknopen. Ik kan dat niet uh, voorspellen eigenlijk, wanneer die komt. En dat is eigenlijk alleen maar goed, want dat is natuurlijk ook het spel. Het zou een beetje raar zijn als je dan elke dag om half drie dief, die dief krijgt. Oh, mooi. Die heeft een hoop gekocht. Kijk, 126 euro. Hé, hè. Jongen, jongen, jongen. Ja, we levelen ook niet heel snel hè, in deze game. Het duurt allemaal verschillend. Maar dat stond ook volgens mij in de. Hé, hey, wacht even. Dishwashing. Dat heb ik toch? Um, nee, dat heb ik niet. Dish soap. Hoeveel kost dat gaatje? Hoeveel kost het? Cleaning products. Dat waar we ze hebben. Laten we dat doen. Laten we gewoon heel langzaamaan gewoon dat hele rek vullen met producten. Laten we dat doen. Hè, het liefst hebben we alles in één keer, maar dat is niet realistisch. Dat gaat ook niet. We hebben geen geld voor. Ja, we kunnen natuurlijk geld lenen, maar... Ik vertik het gewoon. Ik wil dat gewoon niet. Ik wil gewoon niet lenen. Ik wil gewoon alles wat ik verdien, gewoon gelijk houden. Dit komt daarin. Dan hebben we even kijken. Glascleaner. Juist. Dat gaat er ook allemaal in. Hoppatee. Gaat hij het meenemen of niet? Pak het. Nou, nee, hij koopt niks daar. Hij laat wel wat achter. Meneer, is dat nou echt nodig? Dankjewel. 150 euro. Mooi. 463 euro zitten we nu. Waar ben je? Ja, het is wel Ja, het is. Het, de eerste aflevering was veel meer. Veel sneller kwamen die dieven. Ik denk dat we toen wel 10 dieven hebben gehad. Dat was echt. Onder Havenklap kwam er een dief. We gaan eventjes weer alles ordenen. Dit staat op zich wel netjes, deze. Waarom kopen ze hier nou helemaal niks dan? Dan lopen ze daar de hele tijd over te zeiken en te zeuren. En dan kopen ze het niet. Dan willen ze het niet hebben. Um, ik mis hier trouwens. Even kijken. Wat mis ik hier? Biscuits. Nee, dat is dit. Dit zijn de biscuits. Nee. Ja, hier zo bovenin hebben we nog wat. De wafers hebben we hier ook al liggen. De olie moesten we hebben. Nou, weet je, laten we dat dan doen. Die, uh, die olie. Waar lag dat? Uh, to cart kost ook weer 100. Geen dief. Nee, mooi. Dan hebben we weer alle tijd om dat uit te kunnen pakken. Waar blijft de vrachtwagen? Hallo, hallo. Ik heb olie nodig. Want daar lopen ze ook best wel veel om uh, over te zeuren. Mooi. Dankjewel. Dan hebben we dat weer in de winkel. Dat komt dan hier. Uh, ja, mooi. Uh, even ordenen. En dat leg ik ook hier zo neer. Even ordenen. Mooi. Dit gaat weg. En dan hebben we dat ook weer in de schappen liggen. We hebben 439 euro over. Dus we kunnen hem nog steeds gewoon makkelijk betalen. Ja, ik vind het echt bizar. Dat ze de hele tijd klagen over dit gebeuren hier. Ze kopen helemaal niks. Niks kopen ze. Maar we zitten wel bijna op 600. Dat is mooi. Alsjeblieft, koop alsjeblieft dit. Koop onze dure producten. Doe het. Weer niet. Ofwel. Jawel, ze kocht wel wat. Ja, eindelijk. Glass cleaner. 76 euro. Dat is niet, uh, niet super veel. Wat gaat deze meneer kopen? Laat een beetje let op wat ze kopen. Pakt alleen maar wat te drinken, volgens mij. Good job. Ja, energiedrankje. Nou ja, zo'n heel duur energiedrankje. 1... Zou je dat doen in het echt? Nee, toch? 21 euro voor een energiedrank. Oh god. Hij wil zout hebben. We hebben geen zout. Laten we dat inkopen. Laten we gewoon inkopen wat ze willen dat we moeten inkopen. Zout lag helemaal hier is ook niet super duur of zo. We gaan even wachten. Thee hebben we ook niet meer. Moeten we ook even naar kijken. We hebben ook sowieso nog een shelf nodig hoor. Want we beginnen meer producten te krijgen nu. Open nu. Open. Dank u, dank u. Yes, dat is de zout. En de zout die komt, even kijken. Die komt hier. Mooi. Even ordenen. ligt dat ook allemaal weer klaar. 25 euro. Kom op mensen, alsjeblieft. Koop nou eens even wat meer jongens. Kom op. Het is uh, bijna half zes. Koop wat meer. Koop wat meer. Oh, ik, ik was hem helemaal kwijt. Ik denk, waar is die? Hij laat weer wat rotzooi achter. Wat heeft hij gekocht? Voor 30 euro. Nou ja, uh, weet je, alle kleine beetje stikken aan. Dank u, dank u, dank u. Hartstikke bedankt. Wat gaat deze vrouw kopen? Ze gaat heel veel kopen, ik voel het. Ze koopt één dingetje. <laughs> ze koopt letterlijk één dingetje. Nou, nah, kom op joh. Wat is dit nou voor iets? Ik denk dat ze dit ook bedoelden op Steam. Van mensen, sommige mensen vonden het niet leuk dat het heel lang duurde allemaal. Maar ze kopen ook helemaal niet veel. Weet je. Ze kopen echt twee. Misschien drie producten per keer of zo. Zie je dat? Weer twee. Ik heb nog nooit een hele lange lijst van producten gezien. Het is maximaal drie producten of zo. Zullen we het trouwens even wat eten bestellen? Juist. Die eventjes weer dicht. Ja, je kunt ook niet heel veel meer dingen doen hè? dan een beetje wachten. K oh, hier, kijk. Zie je dat? Drie producten gekocht. Dat is wel een mooi bedrag. Laten we nog alvast eventjes een shelf kopen dan. Laten we dat doen. Buy shelf. Even nadenken. Laten we de food shelf. Other shelves. Hmm. Nee, laten we deze doen. Capacity 32. Ja, laten we gewoon de kleine doen. Mooi, dankjewel. 13 hebben We hebben een dief. Nee, volgens mij niet. Als ik dit doe, kan dat dan ook? Ja, dat kan ook. Kijk. Mooi. Open nu. Dankjewel. Onze shelf. Kunnen we ook hier naar binnen? Nee, we hebben geen knopje zodat we van buiten naar binnen kunnen. Dat is op zich logisch. Dit gaat hierin. En dan gaan we deze. Die zetten we dan. Even kijken. Die zetten we hier zo neer. Juist, kijk. En dan kunnen we deze weer helemaal vol met troep. Even kijken. Wafers. Biscuits. Uh, flour. Thee. Hebben we niet. We doen gewoon van alles wat. Pasta. Rijst. Bulgur. En de rest doe ik um, thee. Laten we dat even bestellen. Food product. salt, Vind ik er... Uh, pasta. Thee. 200. Fa dat is een heleboel geld. Mooi. 167 euro terug, dat is mooi. Dat komt goed uit. Oké, okay, laten we even die thee erin stoppen. En eventjes kijken hoe dat dan gaat. Dat zou uh, goed moeten zijn, toch? Dat heb ik ook heel vaak gezien. Ik wil thee, ik wil thee. Nou, ik zet nu thee in. Hè, en ik verwacht dat het binnen een dag weg is. Binnen nu en drie uur. Moet even anders. Moet hierin en dan kun je het erin zetten. Best wel raar, maar goed. T. Waar sta je? T. Hallo. Hier. Even ordenen. Juist. Hier ook. Daar ook. Daar ook. Dit gaat weg. Zo, dan hebben we dat allemaal weer klaarstaan. Dat was een hoop geld. Maar goed, hopelijk is dat het allemaal waard. En gaan ze nu wat meer producten kopen. Laat het maar zien. Water. Dat is het enige wat die eikel koopt: water. Ik verwacht alles en hij koopt water. Ah, het is. Uh, dishwashing detergent. Wat, 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 wat is het nou de hele tijd? Wa wat? Detergent. Hebben ze dat serieus helemaal opgekocht? Schuim maar. Nou, laten we dat maar doen dan. Oké, okay, na dit product moet het helemaal losgaan. Mevrouw? Job. 50 euro, dankjewel. Daar zat ik echt op te wachten. <laughs> het is toch vreselijk. <laughs> nou, zetten we dit neer. Ja. Um, yeah. Dit komt erbij. Uh, waar sta jij? Laat de detergent. Ja, dat heb ik al. Oké, okay, nou, nu snap ik het niet meer, hoor. Hier, yeah, dit is hetzelfde. Dat heb ik toch net gekocht, wat ze wouden? Wat ze hm. Awesome. Nou, ja, waarschijnlijk zie ik iets over het hoofd, of doe ik iets verkeerd. Laat het even weten. Wat gebeurt er? Ik kon, ik kon niet verder lopen, ik zat vast hier. Dat was raar. Nou ja, goed, uh, we zitten in de avond weer... Uh, we zijn bijna klaar met deze dag. Nou, ik vind dat we ondanks uh, wat uh, strukkelingen we toch wel ver zijn gekomen. Ik ben er blij mee. Ik wil trouwens even een mooi screenshotje van deze mevrouw met een mooie uh, koptelefoon op. Komt u maar. Ja, dank u wel. <laughs> dat is wel leuk, die screenshots maken, die games. Kom op, koop nou wat meer, alsjeblieft. Koop gewoon vijf dingen of zo. Weer drie. Take the money. 106. Nou goed, we kunnen de dag wel goed afsluiten. We hebben geld. We hebben een... Uh, hoe heet dat? We kunnen hem betalen. Dan houden we ook nog wel 500 euro over. Weer één of twee dingetjes. Ja, ja het gaat... Uh, nu snap ik dus wat ze bedoelen. Dat het heel langzaam gaat. Dus het, waarschijnlijk hadden hun al een hele winkel vol staan met allemaal zooi. En zit je de hele tijd te wachten natuurlijk, totdat, totdat het weg is. Maar dat duurt heel lang, voordat ze dat op hebben gekocht. Zie je dat? Weer drie dingen. 102. Maar ja, de makers van het spel, spel willen natuurlijk ook dat je lang speelt. He, dus ik denk dat dat er ook mee te maken heeft. Sugar none, we hebben geen suiker meer. Nou, dat is iets voor morgen. Dat is iets voor de volgende dag. Kijken we dan wel weer naar. Alles wat ze willen, dat zet je neer. En op het moment dat je, uh, dat je het hebt neergezet, dan willen ze weer wat anders hebben. Wat je niet hebt. En dat is best wel irritant. Even kijken, wat gaat zij kopen? Oh, ze laat daar wat liggen en hier wat liggen. Wat, wat ben jij voor een, voor een... sloddervols? Wat is dat met jou? 33 euro, bedankt. Dus ze laat hier allemaal troep achter en ze laat 33 euro achter. Nou, ja, we zitten precies op 700. Nog 10 minuten en het is afgelopen. We hebben trouwens helemaal geen lampen hier. Ja, we hebben wel lampen, maar het lijkt alsof we dat niet hebben. Dat is apart. Oh, nu hebben we wel lampen. Koffie en olie heeft hij gekocht. 60 euro. Nou, dat was de laatste klant volgens mij. Volgens mij was dit hem. Yes, dat is hem. Oké, okay, we gaan hem nou even alles een beetje ordenen. Dat we alles een beetje netjes hebben. Mooi. Moeten we hier nog wat doen? Um, nee, volgens mij niet. Dus deze kan dicht. Moeten we nog dat kopen? Nee, dat was eenmalig. Oké, okay, doen even de deur open. Hebben we alles uit de kast? Ja, dat hebben we gedaan. Jammer. En dan um, gaan we richting huis. Laten we dat gewoon via hier doen. Yes, daar zijn we weer. En dan hebben we weer een. Uh, ja. Twee dagen lekker druk gehad. Ik moet zeggen dat ik het nog steeds wel leuk vind. Maar ik vind wel dat het ontzettend langzaam gaat. Het gaat echt heel erg langzaam. Yes, lieve mensen. En dat was dit weer een aflevering van Store Simulator. Nou ja, zoals ik al net al zei. Het gaat heel, heel erg langzaam. Ze hebben een soort van max uh, wat ze inkopen. Dus drie producten max of zo. Ik heb niemand gezien die vier producten heeft gekocht. Volgens mij. Uh, ik denk dat dat wel een probleem is. Laten we dat aanpassen. Dat, uh, ja, dat we gewoon meer kunnen verkopen in één keer. Want dan verdienen we ook veel meer geld. En dan kunnen we ook ja, de winkel echt heel mooi maken. En helemaal inrichten zoals we dat zelf willen. Vond je de video leuk? Vergeet hem dan niet eventjes te liken. Dankjewel wel ons. En als jij helemaal nieuw bent die je bent aan het kijken. Vergeet dan niet eventjes te abonneren als je het leuk vond. Mensen, ik ga jullie van harte bedanken voor het kijken naar deze video. En dan hoop ik jullie zoals altijd weer te zien in een nieuwe. Tot dan, de doei.